Waar ben je bang voor? Paarden. Dat weet ik, jij hebt hypofobie. Ik wil heel even duidelijk maken dat ik best wel zware hypofobie heb. Dus dat ik dit, niet dat ik dit persoonlijk niet heel erg kan appreciëren. Heb je ooit een verkeersbord gejat? Wat? Heb je wel eens een verkeersbord gejat? Nee. Ben je ooit dronken geweest? Nee. Heb je ooit ingebroken in een verlaten gebouw? Nee. Wat zou je doen met 1 miljoen euro? Een huis kopen. Wil je later trouwen? Nee. Niet per se, ik wil wel een vrouw, maar niet in ieder geval voor de kerk trouwen. Misschien wel trouwen niet voor kerk, maar ja, soort van misschien wel, misschien niet. Ja, precies. Maar niet voor de kerk, fuck dat. Wil je beroemd worden? Ja. Wie is de slechtste Nederlandse YouTuber? Alle, bijna. Behalve Harmen. Ananas op pizza, ja of nee? Nee. Met wie was je eerste kus? Mijn moeder. Heb je ooit verkering gehad? Ja, ergens vroeg in de groep, weet ik veel wat. Waar ben je bang voor? Paarden. Dat weet ik, jij hebt hypofobie. Ja. Wat is het domste dat je ooit gedaan hebt? Ja. Een van de meest domme manieren dat ik mezelf ooit zwaar verwond heb, is stoepbranden met een vriend en proberen de ballen met effect te gaan gooien naar elkaar, zodat de ballen alle kanten opstuiten en ze dan nog proberen te vangen, zodat er één vol hard op een pink werd gesodemieterd en mijn pink gebroken is daardoor. Wauw! Omdat, ja, weet ik niet. En verder, dat is ook een heel dom idee geweest, proberen de handstand te doen op een skateboard. Ik kan al geen handstand doen, ik kan niet skateboarden, dus laten we een handstand gaan doen op een skateboard. Dat is ook een goed idee, was een hechting in mijn wang. Daar zie je niks meer van. Ja, ik zat al te kijken. Dat is heel lang geleden. Mijn hechting in mijn kin van mijn fietsongeluk kan je nog wel zien. Ja, ik heb hier mijn lip nog. Ja, dat zie je ook niet echt. Wat is ook dom, ja, nooit huiswerk maken in principe. Wat is je favoriete serie? Kijk niet extreem veel series, maar op dit moment kijk ik Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Het heeft te veel seizoenen, dus en ik kijk heel weinig series, maar vind ik leuk. En als je een boekenserie bedoelt, is het Het Rad destijds. Oh ja, ja, ja. Heb je ooit afgekeken? Alleen met woordjes toetsen eigenlijk. Oh ja, ja, ja. En anders, als je spietenbriefjes probeert, tijdens spietbriefjes als afkijken, dan wel. Ik valspelen tijdens toetsen heb ik wel vaker gedaan. Ah, ja, ja, ja. Maar echt bij iemand afkijken is alleen mijn woordjes toets geweest. Want dat is het enige waar je fatsoenlijk makkelijk bij iemand af kan kijken. Want je kan niet, het is een filosofie toets, even kijken. Wat heb jij in hemelsnaam voor 5 regels geschreven hierover? Het kost iets te veel, maar moeite moet je wel heel obvious gaan kijken. In 1 woordje kan je dan even snel kijken. Wie is je celebrity crush? Elon Musk. Ben je ooit ontslagen? Nee, ik heb wel 4 keer ontslag genomen. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Ik weet het niet. Ik heb al jaren niet gehuild. Ik huil niet zo vaak. Heb je ooit gehuild? Ja, natuurlijk wel. Maar ik denk dat de laatste keer dat ik gehuild heb... Nee, zelfs toen ik mijn hand half open sneed, omdat ik mijn nagels aan het doen was, moest ik niet huilen. Nou, ik vind jou ook wel iemand die er dan zo bij staat en zegt... Ja, dat. Ik moet alleen vloeken. Maar dus alleen als kind... Ik heb mijn hand ook een keer tussen een deur gegooid. Toen was mijn hele hand gekneusd. Maar dus alleen als kind heb je wel eens gehuild op een begrafenis of bij een serie of bij een film? Ik huil niet echt bij series of films. Vroeger had ik heel erg... Als allemaal mensen begonnen te huilen in de serie, dan moest ik ook huilen. Oh, ja, ja, ja. Nee, als ik boos ben, huil ik. In principe, want iedereen traant soort van als je heel boos bent. Ja, ja, ja. En ja, soms ben ik ook wel gewoon verdrietig, maar dat valt meestal wel mee. Heel veel, de laatste keer misschien bij een ruzie of zo. Wat is het liefste dat iemand ooit tegen je heeft gezegd? Weet ik niet. Hoezo weet je dat niet? Ja, weet ik niet. Ik vind het niet heel, ja... Heeft nog nooit iemand iets liefs tegen je gezegd? Vaak genoeg wel dingen, complimenten en shit. Ik vond het wel heel cute toen een goede vriendin die ik, waar we vaak met elkaar over liefde praten en dat soort troep.
Die zei van, ja, Sam, jij gaat ooit wel een keer een vriendin vinden, want eigenlijk ben je gewoon soms veel te lief voor meisjes. En ik van, ah, dat vind ik wel cute. Oh, dat is wel lief. Ja, ook al snap ik het zelf ook niet, want ik ben niet altijd lief tegen meisjes, sta ik er vanaf. Maar goed, hey. Ja. Zou je een moord kunnen plegen? Ja. Ja. Nee. Nooit. Al wel? Ja, vast. Ik zie jou daar wel. Ik vind het volledig gerechtvaardig als er iemand, iemand inbreekt in je huis of zo. Vind ik het volledig rechtvaardig om gewoon een mes door zijn strot heen te jagen. Daar maak je niet populair mee, denk ik. Dat zal me niet uitmaken, maar dan moet je niet inbreken. Als je besluit om misdadiger te worden, dan kan je dat bekostigen met je leven soms, denk ik. Dan zie je toch wel in het risico van je vak, dat als jij denkt, ik ga in iemands huis inbreken, ik neem een wapen mee, misschien zijn ze thuis, dat je dan ook wel zelf kan verwachten dat zij misschien hallo, neem onze spullen mee. Ja. Verwelkomen. Dus dan denk ik, ja, als ik dan de kans krijg, dan sla ik hem gewoon volledig met een gezellig. Ja. Dus als je een misdaad wilt plegen en je mij in wilt breken bij mijn huis, pas op. Ja, dat zou bij jou nog wel kunnen, want jij bent echt een file. Wat is de mooiste plek op aarde? Schotland, denk ik. Ja, van de Schotlandse. Zeker, wij zijn daar samen heen geweest. Kenia is ook wel heel epic, maar het is veel te heet. Ja, in Kenia, dat is mijn moeder wel eens geweest. Ik hou niet van hitte. Ik vind de temperatuur in Nederland nu al te warm. Het moet een beetje rond de 20 graden. Tussen de 10 en 20 graden is helemaal prima. Mm-hmm. Niet veel warmer, dan smelt ik. En veel kouder is ook een beetje set. Heb je wel eens iemand verklikt? Als in... Kan alles zijn. Mijn zusje vaak genoeg. Nak ze weer snoepjes. Probeert ze mij de schuld te geven en dan geef ik haar de schuld. Ah, ja. Ja, natuurlijk. Altijd zeggen wanneer je zusje snoepjes heeft gejat. Ze probeert achter je rug, geeft ze jou altijd de schuld op. Mm-hmm. Kan je koken? Ja, soort van. Niet alles, maar wel een aantal dingen. Kijk bij een restaurant. Mag ik kopen? Ja. Hoe vaak per dag kijk je op je telefoon? Denk je dat ik dat tel? Meer dan 100 keer, of niet? Ja, dat weet ik niet, dat wist het toch per dag. Maar ik heb volgens mij een gemiddelde schermtijd van bijna 3 uur op mijn telefoon op een dag. Nou, dat vind ik vrij weinig hoor. Ja, maar ik heb een game laptop en een ding. Ik check alleen snel vaak mijn WhatsAppjes met mijn social media en shit. Af en toe een YouTube video kijken als ik op de toilet zit of zo. Ja. En Clash of Clans, ja. Ja, geloof je in God? Dat weet je zelf ook wel. Ja, dat weet ik inderdaad. Tuurlijk niet. Wat is het mooiste boek dat je ooit hebt gelezen? Dat deze vraag Sam nog kan emotioneren. Er zijn een aantal hele emotionele boeken. Ik weet niet hoe dat heet. Het ding Beertje Lichthart. Beertje, iets met, weet ik veel. Iets in die, dat was een jongen die wordt blind. Mm-hmm. En dat is wel een heel... emotioneel boek. Verder vind ik mijn fantasy series gewoon super gaaf. Dus dat vind ik ook heel cool. Geloof je in toeval? Is dat een domme vraag? Natuurlijk. Ja, het grappige is dat iedereen die antwoordt op geloof je in God ja, die zegt altijd geloof je in toeval nee. En iedereen die antwoordt geloof je in God nee, zegt altijd geloof je in toeval ja. Dat is wel heel grappig. Dat is een soort overeenkomend patroon. Goed verhaal. Wat is de mooiste film ooit? Avengers Endgame. En dan vooral de dood van Iron Man. Dat is echt zo emotioneel. Toen moest ik ook huilen. Oh, dat is de laatste keer dat je huilt. Dat is wel een goede titel hoor. Geloof je in het lot? Het lot. Het lot. Heb ik een lot? Dat is dus de vraag. Heb jij een lot? Ik denk het niet. Anders was er wel iets nuttigs gebeurd in mijn leven. Dat klinkt heel simpel. Nee, ik denk niet echt dat je per se een lot hebt. Ik denk dat je wel... dat als je geboren werd, dat je wel een specialiteit hebt. En als je die vindt, dat je dat ook soms je roeping zou kunnen zijn, zeg maar. Je wordt wel geboren met bepaalde eigenschappen en zo. En dat past in sommige gevallen op sommige plekken beter dan op andere plekken.
Maar als je daar geen zin in hebt en denk ja, fuck dat, denk ik dat er niet iets gebeurt. Je wordt niet gedwongen dat er iets gebeurt in je leven. Je hebt niet het lot dat je met die persoon zal gaan trouwen. Dat staat niet vanaf je geboorte al vast. Oh ja, ja, ja. Ja, nee, ik snap wel dat je dat vindt inderdaad. Kan je navigeren? Ik ben best wel, ja. Als ik één keer ergens met iemand heen ben gefietst, kan ik het bijna altijd terugvinden. Oh, dat is wel handig. Dat is ik heel kon handig. Jouw straat ook bijna terugvinden, maar ik was even verward, want hier is het best wel heel veel zijstraatjes. Ja, dus ik was en alles lijkt op elkaar inderdaad. Alles lijkt op elkaar, dus ik kwam anders aan fietsen dan dat ik met jou deed. Ja, precies. Dus ik was eventjes van, ik weet dat je ongeveer bij Scheidenburg daar dat gebouw in de buurt zit. Maar ik wist even niet hoe ik bij dat gebouw moest komen vanaf de hoek waarvan ik vandaan kwam. Mm-hmm. Ik kwam vanaf daar. Ja, inderdaad. Ik vind ze natuurlijk altijd van school als ik mensen ja, ik kwam ook via school. Alleen ik ging op een of andere reden via Leusden half. Hoeveel talen spreek je? Twee. Nederlands en Engels. In principe, ja. Wat is de grootste leugen ooit? Dat ik een man... Nee. Ik heb echt geen idee. Je hebt niet echt leugens. Je bent een open boek. Nee, dat valt ook wel bij mij. Maar ik heb niet hele grote leugens. Natuurlijk zeg je soms tegen mijn moeder... heb jij dat snoepje gestolen, Sam? Nee. En dan moet ik meestal hard lachen. En dan weet ze al dat ik het wel gedaan heb. Maar... Oh, dat is wel een goeie. Ja, tuurlijk. Iedereen liegt wel eens in zijn leven. Soms is het een leugentje om best wil... Omdat je iemand niet wil kwetsen. En soms is het gewoon een leugen omdat je het niet wil vertellen. En soms is het gewoon een leugen omdat je lui bent. Mm-hmm. Kunnen jongens en meisjes vrienden zijn? Ja, tuurlijk. Mag je liegen in vriendschap? Ja. Ja? Ja. Bestaat er één ware liefde? Nee. Is er buitenaards leven? Die kans is bijna 100%, dus ja, denk het wel. Maar geen aliens, maar waarschijnlijk bacteriën ergens op een gare ijsplaneet. Ja, dit antwoord gaf Florence volgens mij ook. Wie? Iemand uit mijn kerk. Gaaf. Ja, maar niet in de vorm van aliens met een lampje op hun hoofd en 30 tentakels. Heb je hoogtevrees? Nee. Hoe heet het leukste meisje op je basisschool? Ik kan me eigenlijk bijna niemand meer herinneren van de basisschool. Er waren wel een paar meisjes die ik toen lekker vond. Kan je iedereen vergeven? In fact, denk ik het niet. Nee. Als je gewoon een willekeurige dronken pol bent die mijn halve familie ineens doodschiet, ga ik je nooit van je leven vergeven. Dat zegt de Christen ook altijd anders. Wat? Ja, die zeggen ook altijd dat je kan iedereen vergeven. Maar dat vind ik ook lastig hoor. Dus ik snap jou. Zijn halve familie wordt vermoord door een andere dronken man. Ja, dat vind ik dus ook lastig. Man, waarom zou ik hem dan vergeven? Is de maanlanding fake? Welke? Nee. De eerste. Ja, daar heb ik eigenlijk nooit de beelden van gezien. Toen was ik nog niet geboren, dus daar heb ik niet echt een mening over. Moet je een keer kijken. Hij is echt heel fake. Wat is de levensquote? Je had mevrouw van Brief Thomas... Goed opgeschreven. Bijna goed. Ik heb bijna altijd gelijk. Ik denk dat best wel mijn levensmotto zou kunnen zijn. Zeker, die vind ik ook wel bij jou passen. Waarvan zou je leven als zwerver? Zwerver? Stel je wordt ooit zwerver, waarvan zou je dan leven? Dan zou ik drugs gaan dealen, denk ik. Dat gaven ook meer al als antwoord. Ik zou drugs dealen worden. Hoeveel geld staat er op je rekening? Ja, ik heb net een nieuwe telefoon gekocht, dus een eurotje of 7, 8, 100 op mijn normale betaalrekening en bespaar een paar duizend. Zo, wat weet niemand over je? Weet ik niet. Iedereen weet alles over je? Nee. Noem iets wat niet veel mensen over je weten. Oh. Eén iemand weet iets over mij wat een ander niet weet. En een ander iemand weet één ding over mij wat de rest van de mensen weer niet weet. Maar er zijn geen sappige clickbait dingen die niemand over je weet. Ik denk het niet. Oh, dat is vrij teleurstellend. Ik denk dat de meeste mensen wel... Nou, zeker weet niet iedereen alles over mij. Maar dat hoeft ook niet iedereen te weten. Wanneer was je eerste kus? Ja, weet ik veel. Iedereen zijn moeder kust je best wel vroeg. Dus waarschijnlijk ook ergens een baby was, zou ik al een kus hebben gekregen van mijn vader of mijn moeder. Zonder dat ik er me bewust van ben.
is van een meisje bedoeld, weet ik het ook eigenlijk niet eens. Het zal waarschijnlijk in groep 3 of groep 4 zijn geweest. Oké. Okay. Wie is de stomste familiemember? Mijn tante. Vader of moeder? Hm? Je vader of je moeder? Geen uitspraak. Je vader of je moeder? Geen uitspraak, zei ik. Oh. In principe zijn, voornamelijk omdat mijn moeder vaak thuis is, vind ik haar soms irritant. En zij bepaalt vaak de opruimklusjes. Maar mijn moeder is ook heel lief, hoor. Wie is het knapste van al je vrienden? Ja, er staan nog wat Tindercrackers. Sorry. Waarom heb je vuurwerk in een kastje? Voor op te blazen. Dat moet je ook een keer op een YouTube-video gaan doen. Heb ik al. Ik heb met Lucas heb ik een vuurwerk in een video afgestoken. Dat is gewoon NCS. We kunnen jou niet strijken. Nee, dit is NCS. Nee. Kalender is nog niet online gekomen. Wow. Oké. Okay. Wie is het knapste van al je vrienden? Ja, als ik de Domino's meme aanhoud, is het Samuel. Samuel wie? Samuel G. Nee, die ken je niet. Oh. Die gast is 23 en gaat studeren in Den Haag. Oh, tof. Dus die zal dit waarschijnlijk ook nooit zien, tenzij hij de video bekijkt op Instagram story en denkt, hey. Of als ik wie zijn er nog meer hot? Ja, Stan is wel heel hot als hij zijn zonnebril op heeft, hè. Stan komt nu in beeld. En dan is hij wel echt een gangster met een hoed op. Ja, dan denk ik wel van op het gala. Ja, nee. Wat is mijn leukste video? Alle video's waar ik in voorkom. Racist. Wat is je beste herinnering met mij? Schotland. Dat dacht ik al, want ik heb je volgens mij eerder gevraagd. Wat was de minst leuke vraag? Van deze lijst? Ja. Hier is de hele lijst nog. Geloof je in God? Waarom is dat een stomme vraag? Ik vond het best wel een goede vraag. We hebben het heel lang over geloof gehad. Ja, klopt. Heel erg bedankt voor het zijn van te gast in 50 vragen met Harm en Frodo. Zijn het er 50? Dit waren 50 vragen. Oh. Heel tof. Ik had het gevoel dat het er minder waren. Oké. Okay. Ja, waarom schrijf je alles op papier? Ik heb geen printer. Oh. Ja, kan ook. Ja, dus wil je nog iemand zeggen dat hij jou moet volgen of wat is? Nee, weet ik niet. Oh, niemand hoeft je muziek op Spotify te luisteren? Nee, dat hoeft niet. Ik moet weer eens een keer iets nieuws uit gaan brengen. Linkje in de beschrijving. Ik doe de groeten aan alle oud-klasgenoten. Ga niet dood, want het is altijd teleurstellend. Veel succes met jullie studie of VWO of wat dan ook. Als jullie deze video's kijken, weet ik dat jullie niet heel veel interessants te doen hebben in je vakantie, net zoals de rest van de mensen. Dat kan je echt niet zeggen. Dit zijn hele kwalitatieve content. Ja, goed. Ja. Je begrijpt het. Ja, en dan dus, zie je. Dus probeer je niet te vervelen in de vakantie. Het is mooi weer. Ja, soms ook niet. Ik weet niet wanneer je deze video kijkt. Nu wel. En dan zie ik jullie hopelijk allemaal weer bij de volgende video. Tot ziens. Ja. Tot later. En Harmer kan best wel goed koken. Hoe weet je nou weer dat ik goed kan koken? Je kan er in ieder geval lekker knakworsten maken. Hotdogs. Ook goed. Maakt zeker. Ja. En blijkbaar ook poffertjes, dus... Ja. Het is hier waard om een keer te komen lunchen. Ja, iedereen uitgenodigd.